Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En ik heb net gedoucht en mijn haar gewassen. En ik heb een heel lekker vestje aan die ik laatst bij de Zara heb gekocht trouwens. Met van die leuke hoesjes en hele lange mouwen. Dus daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Ook dat het vooral lange mouwen is. Want normaal is dat van die hele korte mouwtjes. Maar goed, lekker interessant. Ik ga eventjes wat dingen doen vandaag. Ik was gisteren bij eten bij de Harbor Club in Rotterdam. Lekker heb ik gegeten. Ik had als voorgerecht iets met zalm, gemarineerde zalm. Zo lekker. Die zalm was zo lekker zacht en sausje erop. En als hoofdgerecht had ik tonijn met noedels en champignons. Die waren ook echt super lekker. Echt voor herhaling vatbaar. En dus ik was best wel een beetje laat thuis. Ik wilde vroeg opstaan, maar dat is me niet gelukt. Ik moet best wel veel dingen doen vandaag, namelijk administratie en inkoop nog voor wat dingen. En wat filmen, editen, sporten enzovoorts. Maar oh ja, ik moet ook nog een stad blouse terugbrengen bij Zara. Het regent buiten en het is vies weer. Maar ik neem jullie wel een beetje mee door mijn dag. En ik ga vanavond, heb ik besloten, een chemische peeling op mijn gezicht gooien. Want ik heb echt een beetje, ja, ik weet niet, plekjes op mijn huid. En ik heb hier een puistje die je gelukkig niet heel erg ziet. Maar ik voel hem wel en hier ook vanochtend. Dus dat vind ik niet zo best. Dus ik ga er even vanavond een chemische peeling op mijn gezicht gooien. Heb ik al een hele tijd niet meer gedaan. Ik ga het ook denk ik wel eventjes filmen. Gewoon in de vlog dan. En dus dat is de planning voor vandaag. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En ik ben een beetje laat. De Uber staat voor de deur. Want ik heb nu een show vandaag. Oh, in Leiden. En ik rijd met een meisje mee. Dus daar ga ik nu naartoe. Uber staat voor de deur. En ik moet nog een beetje wakker worden, merk ik. Maar ik heb er zin in. Ik ben benieuwd wat voor kleding het ook is. Wintercollectie, geloof ik. Nou ja. In ieder geval, het is nu 9:30. 9:50. 9:50 trouwens. En 9:00 moet ik bij haar zijn. Dus let's go. Een hele goede middag. En ik sta echt zwaar in het donker. Laat ik even hier gaan staan. Ik ben net thuis en het is nu 5:00, maar ik was een 30 minuten geleden thuis gekomen. Ik heb net een showtje gedaan bij Tramonta. Ik heb niks gefilmd. Het was te chaotisch en te druk en ik heb al heel lang geen shows meer gelopen, dus ik moest echt even gefocust zijn. Met al die rondes en zo, weet ik veel wat. Dus het ging even niet zo lekker. Maar uiteindelijk was het leuk, ging de show helemaal goed. En ik ben nu thuis. En ik ben even een crackertje aan het eten. Ik ga even sporten. Ik heb een sportoutfit aan. En vanavond, ik had eigenlijk met een vriendin afgesproken half, maar ik ben een beetje moe. En ik denk dat ik wel even lekker gewoon vroeg in bed wil liggen. Ik ben echt moe de laatste tijd. Ik weet niet wat ik heb. Heel moe de laatste tijd. Ik heb geen idee hoe dat komt. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon nu lekker ga sporten, ga eten en dan lekker vroeg in bed. Een serietje kijken op Netflix. Shooter. Vette serie, niet normaal. En dan lekker gaan slapen. Morgen moet ik weer werken. Morgen ga ik naar Rotterdam uit. Dus ja. Ik hou jullie op de hoogte. Ik sta nu op de gang op de lift te wachten, maar die komt niet. En mijn vriendin zit voor de deur met de auto. En we gaan even naar het Art Hotel. Want daar is iets, ik weet niet wat. Maar daar gaan we even heen. Morgen weer werken, dus ik ga het niet te laat maken. Anyways, die lift moet even komen, want hij komt er nu aan. En wat heb ik aan? Ik heb een vintage bontjasje aan, Louis Vuitton tas, een topje van de Relish en een broek van Nicky.
Wij zitten bij het Art Hotel, want daar is opening van iets. En er is zo'n gigantische herrie en die muziek staat zo ontzettend hard dat we gewoon echt in het restaurant samen zitten. Maar het is wel gezellig en ik vind het hier wel heel mooi met dit. Dit vind ik wel heel leuk. Goedenavond, het is vandaag vrijdagavond en ik heb net gedoucht en mijn bril opgedaan en mijn lenzen uitgedaan en ik ga eventjes wat eten. Het is 8:30 en ik had zo'n heel setje, allemaal dingen trouwens had ik gekregen, maar van een klant nog, dus ook een heel setje lip plumpers van Victoria's Secret. Dus ik denk ik ga er even eentje op doen, die is gewoon clear. Ik heb er nog één extreme, maar deze is ook extreme. Ik voel het al meteen gewoon als ik het op heb. Maar ik weet niet of ik het zie. Ik weet niet of ik het zie. Maar ik voel het wel echt zwaar. Misschien ga ik ook een beetje zo praten zo. Ja, ik voel het wel. Ik weet niet of ik het lekker vind voelen, eerlijk gezegd. Maar het is wel apart spul. Oké, ik ga even wat eten maken. Peace. Dat klopt inderdaad. Ja. En we zijn er weer. Ja, inderdaad. Girls Night en Not Out. Not Out. Nou ja, we zijn er naar de Momo's geweest en dat was wel gezellig. Maar ja, ik liep een beetje dood. Ja. Iedereen liep weg. Slechte DJ. Iedereen liep weg, slechte DJ. Dus nu gaan we maar een andere kroeg vinden. Want Players dan. Leeft dat nog? Goh zeg, dat was ik ook vergeten. Is dat wat eigenlijk? Weet je, ken je dat? Of, ja, tuurlijk ken je het. Nou, kom ik kijken.